Dit is de Marktbuurt hier achter mij. Er staan nu nog heel veel auto's, maar als het ligt aan de organisatie van Marktbuurt Outdoor, is er met Oud en Nieuw, net als vorig jaar, één groot feest. Met springkussens, activiteiten voor kinderen, vuurtje, live muziek. Ik ben een importvlaringer, ik woon nu 2 jaar, met veel plezier overigens. En ik woon vlak aan het plein, dus ja hoor, doe dat feestje maar. Ja, ik vind het altijd wel gezellig. Ja, laat ze maar gewoon lekker de gang gaan daar. Op zich is een feest altijd wel leuk, maar wij wonen hier al 20 jaar en we hebben ook de explosie meegemaakt hier. En daar zijn we wel heel erg van geschrokken. Ja, zeker. Ik denk dat het ook als er ook iets voor de jongeren is, is dat wel een goed alternatief voor de kerstboomverbranding. Er was hier ook altijd een vreugdevuur op pallets met kerstbomen. En die werd om 12 uur 's nachts met een nieuw jaar in de brand gestoken. Er kwamen altijd heel veel mensen op af. Veel Vlamingers missen dit. En willen dit eigenlijk terug. Althans, niet iedereen. Nee, ik heb niks met die vreugdevuren. Ik vind het toch wel een risico. En ja, zeker in deze tijd met luchtvervuiling en dergelijke. En ik heb ook wel meegemaakt dat hier alle ramen in de omgeving sprongen en zo. Dus nee, ik vind het niet erg dat het niet meer is. In een woonwijk is het met vuur wel gevaarlijk, vind ik. Maar een activiteit, ja, weet je, alles van 57 jaar was heel leuk. Dus dit zou wel een mooie afsluiting zijn. Die mag voor mij echt wel weer terugkomen. Maar ik denk dat een hoop Vlaardingen is daar zo over denken. Want vorig jaar was het ook een feestje hier zo. Was dat een succes? Ik vind van wel. Weinig ellende. Het was gewoon gezellig. Iedereen had naar zijn zin. Ja hoor, kom maar op.